Zo, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ik moet mij meteen eventjes verontschuldigen. Vlog vorige week, ben ik vergeten erop te zetten. Dat is een beetje vervelend. Dat houdt in dat ik er vandaag twee moet doen. Die doe ik vanavond, want we moeten natuurlijk weer gaan voetballen. Het is zondag. Morgen naar Unitas. En teleur, eentje rijden. Maar, ja, dat is wel weer leuk. Sorry voor de blower, ik moet hem even aanzetten, want ja, het is natuurlijk koud. Ik heb net weer gerend in het bos, zoals je ziet op de achtergrond. Alleen, dan kun je toch merken dat je even moet wennen aan die kou. Want ik heb er maar drie vandaag in plaats van vier. Drie rondjes. Dan kun je merken dat je toch dat het toch een beetje op de adem slaat, die kou. Dus ik denk ik ga me niet forceren. Ik pak er gewoon drie. Dan kijk ik volgende week alweer. Ik had vanmorgen overigens zitten twijfelen om niet in het bos te gaan lopen, maar naar de fitness te gaan. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het bos. En daar ben ik echt best wel blij om. Want het is wel lekker. Het was wel lekker om daar te gaan lopen. En niet maar naar het veilige, warme, naar het veilige, minder koude omgeving als een fitnesszaal. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Dus ik vond hem goed. Ja, ondanks dat ik er maar drie heb gelopen in plaats van vier, ben ik er toch tevreden over. Het tempo was op zich ook aardig. De eerste paar meters kreeg ik alweer wat je wel eens hebt, dat je onder je voet in één keer iets van of een eikel of iets dergelijks. Of je prikt er onder de voet, dus daar begon het al mee. Nou, dan ga je al niet heel erg lekker lopen. Dus daar baan ik eigenlijk al een beetje van dat gebeurde. Maar goed, ja, dat gebeurt dan, helaas. En maar ja, voor de rest toch lekker gelopen. Ik rijd nu even door. Ik moet met de auto eventjes even tanken. Dus ga ik even de tango doen. En daarna ga ik weer terug naar huis en dan gaan we lekker douchen. Omkleden en dan gaan we weer naar Juliana. Nou, gisteravond. Oh ja, gisteravond. Gisteravond had ik mijn zoon en mijn dochter, of mijn schoondochter opgehaald bij Rebellion Festival in Haren. En dan hoorde ik vanmorgen dat er gisteravond een meisje van 18 was overleden. En dat is nog wel gaan onderzoeken hoe dat kwam. Dat was al vrij vroeg, was al om een uur of acht. Vroeg. Het feest begon om 12 uur 's middags al, tot 12 uur 's avonds. Dus ja, dan is 8 uur. Ja, eigenlijk dan niet vroeg als je bij spreken al om 12, half 1 daar bent. Dus ja, wat is dan vroeg? Ja. Maar 18 jaar, potverdorie. Dan moet er toch iets aan de hand zijn geweest. Ze hebben nog gereanimeerd. Dus blijkbaar heeft ze toch iets van een hartstilstand gekregen. En ze hebben nog geprobeerd, zoals ik gezegd, ze hebben geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Dus ze was daar al uiteindelijk al overleden op het terrein. En dan is het natuurlijk de organisatie van wat gaan we doen? Gaan we doorzetten of gaan we stoppen? Maar ze hebben blijkbaar gewoon doorgezet, want het feest is gewoon afgelopen. Gewoon tot eind doorgegaan. Maar goed. Het zij zo, dat zijn van die dingen. Dus. Nou, ik sta inmiddels bij de tankstation zoals jullie ziet hier aan de zijkant. Dus ik ga tanken, ik ga de boel afsluiten. Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer, de volgende zondag. Ook zien we dat. Oh, dat is een hele korte. Maar goed, ik heb de telefoon nodig om te betalen, dus ik moet sowieso stoppen. Nou, zoals ik al zeg, het andere filmpje die ga ik je of hiervoor zetten of hierna.
logischerwijs zou het hierna moeten zijn, want ik heb er net over gesproken dat ik hem vergeten was en dat ik hem dan uiteindelijk erop ga zetten. Het zou natuurlijk lullig zijn als je dan eerst het filmpje erop zet en dan zeg je van ja, sorry, ik ben het vergeten en je hebt hem al kunnen kijken. Ja, ga ik wel even over nadenken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik hem daarna ga doen. Pas beter in het schema. Ja, pas beter in het schema. Nou, dan zeg ik bij deze in ieder geval doe even een duimpje omhoog. Als je het leuk hebt gevonden voor de volgende zondag weer. Even abonneren op dit kanaal, even een klikje geven. Dan, ja. Ik had wel gezien dat de laatste keren toch al behoorlijk wat gekeken is. Dus of dat toeval is, weet ik niet. Maar ja, goed. Ik hoop dat het op een gegeven moment toch standaard meer gaat worden. Dan ja. Zou me leuk lijken als het meer gaat worden. Dus ik zou het in ieder geval leuk vinden. Nogmaals, even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. En dan zie je volgende keer terug. En dan sluit ik af met de bekende. Ciao!